In een nije riege van binnenuit zoek ik verder achter de dwarren van de GGZ. Ik zoek binnen in de kliniek voor neuropsychiatrie. Ja, vond je het dan ook moeilijk om erover te praten, over dingen die je bijvoorbeeld niet wist? Is dat een stukje onzekerheid of schaamte wat het dan met zich meebrengt? Nou, wel een beetje schaamte. Goed, dus dan krijg ik nou een sms-code binnen. Hoe helpt e-health? Gewoon denken van, hé, wat ben je patronen, wat ben je valkuil? En wat kun je het beste doen als mensen het leven net mis zitten sjuren? Het is juist heel belangrijk dat er over praten wordt. Van manje 6 september aan, alle manjes van binnenuit verhalen uit de GGZ-waai.